Dat kan leiden dat mij zeer veel eerder zit als ik actually zie, of dat mij zit jonger als ik actually zie. Maar dat is niet wat het leven really met te doen heeft. Dat leven hier op deze aarde heeft te doen met dat ik God zijn kind zie in alles wat ik doe, dat aan dat wat je brengt en aan je vallen. En de beste weg Tim om te leren in zo leven als dat, als wanneer wie zien wordt tjane. Wanneer wie zien wordt en ons hart houden. Dat is wat er wichtig is. In zien wordt leert ons van de Heilige Geest. De Heilige Geest wat aan ons binnen wonen deed. Wanneer wie aan Jezus geloven. Onze zenden zijn vergeefd. Wie geloven aan Jezus. En wie zijn God zien tjengen. Dan weten wie waar wie te leven ha. Niet zo? En dit woord wist ons de rechte weg. En de Heilige Geest, die schafft met dit woord hoop, Tim ons en al de waarheid aanbrengen. Ik geloof dat is zo zeer wondervol. Geloofst u niet ook? Psalm 119, vers 10, zei, ik zie die God van ganzem hart, laat mij niet van die gebouwde afheren. Ik hou die woord in hart, dat ik niet geen die zin je woord. God, du zoals je looft worden, leer me te doen wat du verlangst. Zie, wie zijn zo verdranseld met ons vlees. Dat wat ons vlees aan mijn eind verlangt, dat is het van wie dat dalen doen als wat hij in zijn woord, in zijn jes en ons jes verlangen dat. Ik hou met vrede dienen je bouwte. Zoals einer zegt, te grote rijkdom vrede. Werkelijk niet een grote rijkdom. God zijn woord is, zoals een grote rijkdom. Ik zie zijn mens, ik lees steinen. En ik ga me en blies eremol som steiner gevangen, wat ik met naar Canada gebracht ha, en ik had een deze doos bijna. Op Engels wordt het een treasure box nanen. So, ik had het best het eng, ha ik dat hier bijna, ben mijn grootdachter die gleiche met deze steiner te spelen, die gleiche die te bechecken. En er zijn zeer veel mank, wat is een hart lote, kleine en grote. En zo mij is het zeer veel wit. Met zo'n stromen steinen, verschillende kleren. En die zijn zo glad. En die heeft mij door een river toop geleest en blies. En mij heeft naar Canada genomen. So, dat is een beetje als God zijn woord. Te ons is, over nog veel rekker als dit wat mij veel wit is. Niet zo? Op een dag wil ik dat nog maar wat stroomste van morgen. Vlecht het om smant uur en rammen mijn hout over mijn cabin. Moet zijn wat het wat geven. Wanneer je aan God zijn woord denken, dan denkst u aan dat is van dat een grote rijkdom is. Hast u de vrede en dat? Denkst u daar allemaal door even denken? En kanst u zijn woord zoals van dat die een roodgever is. Dat is zo'n wat ik geleerd heb door mijn leven. Dat het woord is de beste roodgever. Zo ik hoop dat u des dat lezen, dat het hoort je. En leven dat uit. En Psalm redt het nog weer van, ik word die woord niet vergeten. Ik word het houden, ik word het je hoort je. Ik leef wie zijn toevoegen. Zij wie gans bedreigd met andere dingen, die verslapen ons gans. En ik wil nog waar aan reden van wat ik laatst al eenmaal deed. Oh, dat jij het hier ook really te zijn, maar ik moet dichter bij houden. De charpa, de zeil en de jas. Zie de jas, de helde jas en ons jas is een licht. En die zal onze ruit dagen en onze zeil nemen. Zo, hier is nog een beeld wat het een beetje alle van dichterbij wiezen deed. Dus als ik dat verstaan doe, dan
Want wie de helden Jezus en ons Jezus benen wonen, had dat als een licht. En dan wel de Jezus wordt dan durch ons onze ganse ziel leven. Zo onze gedanken, onze gevoelen en onze entscheidingen, die worden alle van het bijnaste poort van ons, wat dat komen. En, over wanneer wie een vlees leven en bloes allemaal dat verlangen, de zin verlangen en al dat aardigste, dan is het dus van dat diester van buiten aan en onze ziel aan champt en dan leven wie een diester. Ik hoop dat helpt om dat een beetje klaar te maken wat ik laatst ook al verzocht te zijn, wat dat is van Jezus leven, wat dat is van die licht en onze ziel ha. Mijn mam die vertelt mij van wat mijn dad, het is een predia geleefd heeft. Mijn dad is eigenlijk een beetje van jouw trek gestorven, zodat is als ons schroed over wie die tijd voor hem te sterven. En over mijn dad bij een predia in een kleine gemeente Tjork. En dan kwam wel een geschicht werd opgemaakt van hem. Een zeer slechte geschicht van hem. Wat gauw zo weer, over die werd de ram gereed van hem. Dat is wat de fijn zijn arbeid weer. Dat zijn te doen om hem zijn rug te krijgen. Rug te jouwen. En mijn mam zei hem dat kraken dat wat verslechterd van mijn dad gereed werd. Am redet goch ab. Hij leidt zich goch verslapen daarmee. Hij deed niet meer door jeen strijden, dat verzekerd dat zij het klaar te maken, dat dat nergens niet, sinds dat hij het niet gedaan, dat is niks als ik leven daarover. Hij zei dus, ik reem je daar nog schwein ab. Dat is en wees niet zo, God wat zich weiter daarmee. Laat de mensen blijven wat ze blijven willen. En is dat niet interessant, dat ze dat te leven hebben, niet zo? Zo, redet weer even die schlechte ding, wat u meest niet verdragen kost, dan wil ik die motor spreken van jou, huld die aan God. Huld die aan God zien wordt, laat die dat niet verslapen, die zo verrieten, want zes weer schlechte dreht over die. Maar huld die aan God en aan zien wordt.